Afgelopen zaterdag 3 januari kwamen leden van de Beeldse Socialistische Partij samen op de Schapenweide in Beeldhoven. Dat is het weiland dat ligt achter de begraafplaats van de Eerste Brandenburgerweg, de Antonie van Leeuwenklaan, de weg Zuid en achter de tuinen van de Groene Kansenweg in de Beeld. Over dit stukje grond, dat in het midden van onze gemeente ligt, is in de loop der jaren veel gesproken. De SP vindt dat hier woningbouw moet komen en vooral sociale woningen. De VVD is van mening dat dit stuk grond gebruikt moet worden om het volgebouwde Utrecht Science Park, hier naast Beeldhoven Biologicals, voor hen het RIVM, verder uit te breiden met kantoren. Het zou de Life Science As ten goede komen. Deze denkbeeldige as loopt straks van het nieuwe RIVM in Utrecht via de diverse ziekenhuizen UMC en Willemina Ziekenhuis. Naar Beeldhoven biologicals en verder naar het oude berg en bosterrein, waar onder andere het Alexander Monroe ziekenhuis gevestigd is. Maar zegt de SP, in 2002 heeft onze gemeenteraad al toestemming gegeven voor de bouw van 140 woningen op de Schapenweide, waarvan de 42 sociale woningen. Die motie is aangenomen door de Raad. Alleen de VVD, D66 en GroenLinks stemden tegen. In 2016 heeft de SP dit dossier nog eens bekeken en nu is het dossier net als de bonnetjes van Fred Teven verdwenen. De woningbouw zoals deze toen gepland was, is er nooit gekomen. En nu de woningnood alleen nog maar groter is geworden, wil de SP dat hier alsnog gebouwd gaat worden. Ja.